Nu is, nou ja, nu hebben we ze, krijgen ze dus 16 zetels waarschijnlijk. Ik begreep dat Caroline ook wel het voorzitterschap zou willen claimen van in de Eerste Kamer. Ja, heeft ze gezegd, ja. Ja, ik, dat wens ik ze van harte toe. Daar kun je alleen maar schade bij oplopen, dus waarom niet? Lijkt mij althans. En dan moeten we natuurlijk de vraag stellen, is het een blijvertje of is het geen blijvertje? Waar ging het eigenlijk allemaal precies over en wat gaat er veranderen in Nederland nu de BBB-beweging wel steeds in de gaten houden bij provinciale statenverkiezingen een enorme overwinning heeft behaald? Dit zijn geen Tweede Kamerverkiezingen geweest. De opkomst was dus tenslotte, begreep ik uit het stuk, 57%. En dus ja, dat betekent toch dat 43% van de kiezers thuis is gebleven. Of die verzet normaal gesproken is op ongeveer 20% van de kiezers minimaal thuis gebleven. Maar wel hoger dan normaal. Nou, niet het liet zo goed vergelijken met 2019, las ik in datzelfde stuk. Dus, en ik had ergens anders gelezen dat de opkomst al 61% was. Ja. Dus, en de hoogste in 30 jaar, hoorde ik de NOS ook zeggen op woensdag. Ja, dus, maar of dat nou dus uiteindelijk zo is, dat moeten we even afwachten. Vooral omdat al die tellingen natuurlijk tot zeer voor kort nog gaande waren. Ja. Goed, mijn voorspelling over wat de staying power zal zijn van deze beweging en wat die beweging in Nederland gaat veranderen. Je begrijpt dat ik dat ga relativeren. En dat het, naar mijn idee, eigenlijk net zoals bij al die andere messiassen, uiteindelijk een vrij teleurstellend resultaat zal opleveren. Het ging natuurlijk de BBB-beweging primair over de stikstofproblematiek. Nou, aan de schroefjes van de stikstofproblematiek kan wel wat gedraaid worden. Zoveel is wel duidelijk en stond direct in de krant, de ambtenaren waren aan de slag gegaan en je voelt aan je water hoe dit gaat aflopen. De deadline wordt opgeschoven. Dat had Hoekstra al eens een keer gezegd. Die van 2030, ja, bedoel je? Ja, al zal de D66 dat niet leuk vinden. En bovendien denk ik dat er nog wel wat geschroefd kan worden aan die uitkoopregelingen. Dat zullen de dingen zijn die kunnen veranderen. Kan alles veranderen? Kunnen we gewoon zeggen, weg met de stikstof, bestaat helemaal niet. Ja, maar flauwekul, moet je niet doen. Er kunnen best nog wat koeien bij. Nee, natuurlijk niet. We hebben een stikstofwet in Nederland. We hebben een kabinet wat daarvoor staat. Daarvoor zijn handtekening heeft gezet. We hebben internationale afspraken gemaakt. Dus ja, daar kan wel wat geschroefd worden aan de schroefjes. Maar niet maximaal en het probleem gaat tenslotte niet weg. Het moet tenslotte een keer opgelost worden. Nou, hoe dat valt te rijmen met de aanwezigheid van de BBB in al die diverse provinciale colleges, dat gaan we afwachten. Maar net doen alsof het niet bestaat, het probleem, dat is niet aan de orde. Maar dat doen zij niet, hè? Nee, dat doen zij niet. Dus zijn ervoor dat er ook aan de schroefjes gedraaid wordt. Maar als ze maar niet de suggestie wekken daarbij dat daarmee het probleem eigenlijk min of meer opgelost is. Want daar is echt geen sprake van. Nou, begreep ik laatst, daar hadden we het al een keer over, dat uitkoopregelingen in Limburg redelijk werkten. Dus waarom elders dan niet? Gedwongen ja of nee? Ja, tenslotte loop je natuurlijk toch tegen het probleem aan dat het opgelost moet worden. En ja, om met de Duitsers te spreken, zo of zo. Dus dat zal op den duur, ja, zeker voor de radicalen, op dit punt, waar natuurlijk die hangen ook vaak aan tegen het idee dat dat klimaatgelul allemaal flauwekul is, om ons niet al te veel van aan te trekken, zal dat toch, denk ik, op de middellange termijn een teleurstellend resultaat opleveren. Iedereen begrijpt natuurlijk dat deze uitslag, deze mega-uitslag, mag je best zo noemen, dat die natuurlijk het gevolg is van een stapeling van factoren. Het is niet alleen de stikstof, al schijnt die wel degelijk een belangrijke rol te spelen. Waarbij je dan altijd denkt, als geschoold krantenlezer, al die kiezers van, zou die nou wel weten hoe dat allemaal in elkaar zit? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet. Ja, het beeldje is duister gevallen. Ja, hij doet het nog. Ik moest even kijken of het dan. Maar hij doet het nog. Ja. Ik zie mezelf in ieder geval. Het is een stapeling van ontevredenheid. Terecht overigens, laten we dat meteen voorop stellen. Het is een stapeling van ontevredenheid. En we kunnen al die dossiers nog eens een keer opnoemen. Altijd voor de aardigheid is dat nuttig. Niet waar, dat is laatst een rapport over de bewaking.
onderlinge ambtelijke ruzies die ervoor gezorgd hadden dat het niet functioneerde. We hebben de afhandeling van de Groningse schade. We hebben de afhandeling van de toeslagenaffaire. We hebben de drama's bij de rechterlijke macht. De formatie die heel lang duurde. We hebben een formatie die waarschijnlijk expres gerekt is om de zaken een beetje te vervoezelen. Er was ook een rapport over, hè? Ja, ook daar was ook een interessant rapport over. Dat eigenlijk helemaal niet deugde. En natuurlijk ook het vertrouwen in de democratie heeft beschadigd. Dus waar we het eigenlijk over hebben, kunnen de Belastingdienst nog even toevoegen, die niet in staat is vanwege verouderde computers om voorgesteld beleid tot uitvoer te brengen. We kunnen eventueel nog het elektriciteitsnet opnoemen. Stel voor, Tom, dat jij een elektrisch fornuis wil aanschaffen. Ja, dan krijg je bericht dat dat jammer genoeg niet kan, want het net kan het niet aan. Waarbij je toch ook denkt, hoezo? Is er niet gepreludeerd? Heeft men niet gezegd, wacht eens even, groei. We hebben de lullen toch al lang over die elektrische auto's. Kennelijk niet. We hebben dus in feite te maken met een subpar, kun je dat zeggen? Een onvoldoende functionerende overheid. De redenen van dat onvoldoende functioneren, die steken diep. De rot in het Nederlandse ambtelijk en uitvoerende apparaat, die zit heel diep. Die is ook niet van vorige week. Die is ook niet persoonlijk veroorzaakt door Rutte. Die heeft te maken met een bestuurscultuur waarmee men al in de jaren 80 feitelijk begonnen is. Laten we wel wezen, de BBB-beweging heeft voor deze problemen totaal geen enkele oplossing in petto. Wat blijkt dat uit? Ideologisch. Heb jij daar iets over gehoord? Nou, ze zijn vrij vaag op bepaalde thema's. Zelfs het stikstofdossier zelf leidt aan deze ambtelijke verkalking. Hè? Heb je een verkiezingsprogramma gelezen? Ja, dat heb ik ooit gelezen. Dat moet zeggen dat je een heel eind lezen, denk ik, dat is allemaal heel aardig. En dan ineens staat er dat het stikstofprobleem eigenlijk niet bestaat. Toen dacht ik, nou, dat is fijn, dat is mooi. Maar daar denkt de rest van de wereld anders over. En dat zal ook nu blijken. Nogmaals, ze zijn wel bereid tot compromissen en de overheid kennelijk ook wel. Maar uiteindelijk zal het toch opgelost moeten worden. En ja, dan moet je die afspraken. Ja, of je moet dan heel raar gaan opstellen. In ieder geval staat er, wat ik ervan herinner, nergens iets over bestuurscultuur, overheidsmanagement. En iedereen weet ook wel dat daar niet 1, 2, 3 oplossingen voor zijn. Omdat de problemen daar heel diep steken en veroorzaakt zijn door ideologisch denken. Ja, hun programma is uit 2021 en recent is het nog geactualiseerd. Maar bijvoorbeeld gezondheidszorg, daar lees je vrij weinig over, begrijp ik. Nee, en nogmaals, dit probleem. Nou, we zijn de management van de overheid en al die problemen waar we nu al jaren tegenaan kijken, waar blijkbaar geen oplossing voor is. Sterker nog, je hebt altijd de indruk dat ze het allemaal nog ingewikkelder maken dan dat toch al was. Neem de toeslagenaffaire. Niet waar dat de BBB-beweging, die heeft niet een nieuw ambtenarenkorps wat ingevaren kan worden. De BBB-beweging zal het moeten doen met hetzelfde ambtelijke apparaat wat in de afgelopen 20 jaar zo hopeloos gefaald heeft.